een hele goede morgen. Ik ben vandaag heel vroeg opgestaan, want ik had een afspraak. Alleen voel ik me eigenlijk niet zo heel erg goed. Eigenlijk sinds ik terug ben van Frankrijk voel ik me eigenlijk niet zo heel erg goed. Jullie hebben gezien wat ik heb gegeten daar. En zelfs nadat ik van Frankrijk ben teruggekomen, heb ik eigenlijk niet echt heel gezond gegeten. En nu zit ik eigenlijk gewoon mega vaak op de wc en ik heb gewoon echt pijn weer en zo. Dus ik ga het vandaag iets rustiger aandoen. Ik wil eigenlijk vandaag even ontbijten met brood. Gewoon lekker getoast, hard brood voor mijn darmen. Ik denk dat het wel goed is. Maar ik heb dus geen brood thuis. Ik zit te twijfelen of ik nou wel of niet naar de supermarkt ga. Maar ik heb daar ook echt, ik kan echt helemaal niks verdragen. Ik wil gewoon niks van sausjes of groenten of zo. Dat wil ik echt allemaal even niet meer zien. Maar ik wil gewoon hard brood of zo. Of crackers, dat soort dingen wil ik even eten. Want ik heb echt zoveel pijn. Kijk mijn lekkere ding daar liggen. Oh. Ik heb net even gore gember thee gedronken. Ik vind het echt heel goor. Ik doe er gemberpoeder in en normale gember gewoon. Ik vind het helemaal niet lekker, maar volgens mij werkt het wel echt heel goed. Goedemorgen, Nessie. Goedemorgen. Ik ben toch maar niet naar de supermarkt geweest. Ik heb me gewoon lekker even opgefrist. Ik heb een heerlijke trui aan van Nessie. Die had ik vanochtend al aan. Ik vond hem echt zo lekker dat ik hem gewoon heb aangehouden. En ik voel me al niet zo lekker, dus heb ik geen zin in strakke kleding en zo. Mijn buik is ook gewoon erg opgezet. Ik ga nu even lekker een ontbijtje scoren. Oké, ik ben dus even langs de tank gegaan. Ik heb even een tosti gehaald zonder kaas. Ik schaamde me echt om een tosti te bestellen zonder kaas. Het was echt zo raar. En die vrouw keek echt van, maar wat wil je er wel op? Want ze hadden dus een tosti ham kaas. Maar ik wil geen ham en geen kaas. Dus ik ga even kijken wat ze ervan hebben gemaakt. Ik heb eigenlijk gewoon een warm broodje nu. Nou, dit is mijn tosti zonder kaas. Kijk. Dat hebben ze erop gedaan. Pesto, tomaat en rucola. Dit is mijn tosti. Ik ga stuk. Ik ga lekker eten. En dan ga ik dus rijden naar Amsterdam. Want ik heb afgesproken met mijn vriendin. Dus ja, dat is de planning een beetje. Even deze. Lekker. Ik ga nu even rijden naar Amsterdam, want ik heb afgesproken met een vriendin. Dat was oprecht gewoon heel erg lekker. Laat me even hieronder weten of jij ooit een rare bestelling hebt gedaan. Omdat je misschien bepaalde allergieën hebt of omdat je misschien iets niet lust of zo. Laat me hieronder weten. Ik kan volgens mij niet echt gekker dan een tosti zonder kaas. Dat was echt heel stom. Ik zou dus vandaag naar mijn vriendin gaan. Ik ga er nog steeds naartoe, maar wij hadden al heel lang gepland. We wilden echt heel lang samen doen. En vandaag een sarma gingen maken samen. Maar ik ben bang als ik het vandaag ga maken en ga eten dat ik echt de hele tijd naar de wc zou moeten rennen. Dus we hebben afgesproken om het even een andere keer te doen. Ik vind het echt jammer, want ik had er wel heel veel zin in. Heel toevallig had mijn schoonmoeder dus druivenbladeren aan mij meegegeven laatst. Dus ik dacht, nou dan gaan we gewoon samen maken. Ik had er nog even van, ik heb nog druivenbladeren gekregen. En ja, ik denk dat wij gewoon even lekker ergens een soepje of zo gaan eten. Dat is denk ik een verstandiger idee vandaag. Oh mijn god, het is echt zo'n rot weer. Het zal de hele dag aan het regenen. Ik moet even naar binnen hebben. Mijn vriendin was dus nog niet klaar. En dat vind ik echt KUT. Want zij heeft echt de engste lift ever. En zoals jullie weten heb ik zware claustrofobie. Ik zal jullie zo even de lift laten zien. Maar dat is echt mijn ergste nachtmerrie. De vorige keer kreeg ik echt een paniekaanval. En zij dacht echt dat ik een grapje maakte. Maar oh, die lift is zo eng. Dus dat is de lift. Open één keer. Mag haar niet filmen, want ze heeft nog haar huisjurkje aan. Maar je past er gewoon. We passen er zeg maar echt letterlijk. Ja, kijk zo. We passen er gewoon letterlijk met z'n tweeën in. Oh mijn god. Dus als ik hier zo vast zit, dan heb ik gewoon. Dat is wel een goede afleiding, man. Vloggen. Ja, echt hè. Vorige keer durfde je echt niet. Weet je nog vorige keer? Ja, we gingen zomaar stoppen. Ik drukte gewoon op de volgende verdieping. Ik ging gewoon keihard wegrennen. Ja, maar ik ga ook echt niet de trap nemen, hè. We zijn nog steeds op verdieping 6. Het gaat ook heel slow hier. Maar jij zei, weet je wat ergens van allemaal? Ik was al bang en toen zei ja, ik loop ook heel vaak vast hier. En dan moeten ze komen redden. Dat durf ik helemaal niet meer. Jongens, ik heb het overleefd. Ze zeggen altijd, je moet je angst overwinnen.
Ken je dat als je therapie gaat, als je bang bent voor muizen, dan word je echt geconfronteerd met muizen, toch? Dan moet ik juist doen. Nou, dat moet ik vaker doen. Nou jongens, ik ga weer verwend worden vandaag. Zij is altijd zo lief voor mij. Nu gaat ze Turkse koffie voor me maken. Ik ga het uitproberen met sucrine. Dan heb ik tenminste zoete koffie. Hoeveel suiker doe je er meestal in? Hoeveel suiker doe je er meestal in normaal? Oké. Kijk één keer wat ze mij heeft gegeven. Weet je nog dat ik spicy noodles challenge heb gedaan? Dit is dus twee keer spicy noodles. Ik hoop echt dat Lessie met mij mee wil doen. Want ik wil deze echt uitproberen. Volgens mij ga je hierbij echt helemaal dood. Nou, onze bruid is klaar. We hebben hier twee liften. Deze is de kleine. En deze is iets groter. Dus ik ben benieuwd welke als eerst gaat komen. Ik kom die. Waarom? Dan kan je met je angst. Dus ik heb zo'n geluk. We hebben de grote lift vandaag. Yes! Het gaat zo fucking slow. Ja, we zijn echt over 10 minuten pas beneden. Nou jongens, wij zitten inmiddels weer in de auto. Ik wou een kauwgom, maar die was op, dus heb ik nu een lolly. En kijk, ik heb het tegenwoordig in de auto's. Gewoon kolonje, echt Turken. Ja, moet wel lekker. Hij helpt wel echt. Het ruikt tenminste lekker, in plaats van die desinfecteerd gel. Klopt. Wij zijn nu onderweg naar Bemen, zeg dat zo? Bemen? Ja, Bemen. We gaan dan ook een soepje als drinken. Als er plek is dan, want wij bellen steeds, ze nemen niet op. Ze nemen niet op. Maar je moet wel reserveren van tevoren. Dus stel je dat we daar naartoe gaan en zeggen ze van ja, je moest wel reserveren. Maar ze nemen niet op. Ik laat zien dat ik echt 10 keer heb gebeld. Ja. Maar we proberen daar even iets lekkers te eten. Je hebt daar sowieso veel plekken in. Echt? Ja, ja. We zijn nu bij Bremen. Ik heb hier echt nog nooit gegeten. Maar ik laat jullie straks wel weten of het lekker was of niet. Even wat anders dan meram. Jongens, we hebben linzensoep besteld. En volgens Inge is hier de linzensoep veel lekkerder dan bij de meram. Ja, het is Ik ben heel benieuwd. Lekkere citroen erin. Guys, ik ben vandaag echt zo blij met deze droge brood. Want dat heb ik vandaag echt nodig. Ik ga echt heel veel droge brood eten vandaag. We hebben hier lekker pide met alleen maar groenten en zonder kaas voor mij. Helemaal top. Lekker, schat. Ik zit hier binnen. Kijk hem. Buiten. En ik rook alleen zo zielig. Zo, ik heb een super gezellige dag gehad. Wel heel regenachtig weer, maar we hebben lekker de hele tijd binnen gezeten. En lekker gegeten en gedronken. Ik ga nu weer richting huis. Ja, dat is het eigenlijk. Heb je gezien wat ik mee heb? Ja, ik heb het gezien. En? Spicy noodles. Ga je meedoen met mij? Hoeveel zin in? Ga je meedoen? Nee, ik denk het wel, hè. Ben je gemist? Ik heb heel veel gemist. Jij bent zo lief. Je bent echt zo lief de laatste tijd. En zoveel socialer. Ik ben zo trots op jou. En jij dan? En jij dan met jouw dikke hoofd? Met jouw lekkere dikke hoofd. Lekker ding, lekker ding, lekker ding, lekker ding. Oh, lekker ding. En mooie ogen zeg. Jij dan? Lekker ding. Hé, hey, je hebt wel een beetje gemist, hè? Je hebt toch echt mijn schattenbout, hè? Je hebt toch echt mijn schattenbout? Ik doe wel zo, hè, dan. Oh, zo. Nee, dat vind ik niet leuk. Je bent echt mijn schattenbout, hè? Ja, dat zal allemaal wel. Wat heb je vandaag gegeten? Ik ruik eten in huis. Ja, ja, alles. Waar heb je gegeten dan? Kursje. Sunakken, Nini? Gewoon een beetje gezonde dingetjes en zo. De judge, avocado. Stink ik? Je denkt naar knoflook? Knoflook, ja. Ik heb het knoflook in je eten gedaan. Sowieso. Oh, lekker, enjoying life. Ja, maar heb je. Enjoying life. Wil je zien wat ik heb gegeten vandaag? Ik heb al gezien wat jij gegeten. Nee, heb je niet kunnen zien, want ik heb het niet geplaatst. Ik heb het niet geplaatst. Waarom moet je dat plaatsen? Moment. Ben je klaar voor? Ik ben doodgegaan dankzij jou. Oh, waar is je? Je is het ook verwijderd. Oh, wat jammer. Wat heb je gegeten dan? Ik heb bij die Sheriff Olu, hoezo? Ja. Heb ik baklava gegeten nee. En met die sliertjes en zo. En zonder mij. En ze gaven ook ijs erbij, maar die heb ik niet gegeten. Maar ik breng jou wel alweer een paar uurtjes thuis. Nessie is nu weg. We hebben eigenlijk op de bank gezeten. Toen zijn we in slaap gevallen op de bank. En het is nu even tijd om mijn make-up eraf te halen. En mijn Nivea doekjes zijn op. Dus ik ga deze weer eens gebruiken. Die gebruik ik echt gewoon nooit. En ik gebruik even, hoe heet dit ding eigenlijk? Micellair water van Nivea.
En dan haal ik mijn make-up even vandaag zo eraf. Want ik heb helemaal geen zin om mijn gezicht te wassen vandaag. Nessie heeft een beetje opgeruimd toen ik weg was vandaag. Dat vond ik echt wel tof. Want ik kwam terug en mijn huis zag er echt een stukken beter uit. Behalve de vaat hier. Hij heeft letterlijk de vaat gedaan. En toen heeft hij zelf gekookt. En nu heeft hij daar gewoon vaat gewoon weer liggen. Oh ja, ik wil nog even wat vertellen. Ik was dus vandaag met Emine. En zij is eigenlijk een vriendin van mij van vroeger. Ik ken haar echt nog van de Almelo-tijd toen ik daar op de middelbare school zat. En zo heb ik haar eigenlijk leren kennen. En ik heb eigenlijk heel lang geen contact meer met haar gehad daarna toen ik naar Rotterdam verhuisde. Maar ik heb dus sinds 2 jaar weer contact met haar. En ja, dat voelt gewoon goed aan. En we begrijpen elkaar gewoon. En het is heel fijn dat je zeg maar ook een beetje met elkaar bent opgegroeid. En gewoon ook weet van hoe je als tieners ook gewoon was. En ze zei tegen mij dus dat ze dus merkt dat ik weer heel veel met oude vriendinnen omga. En dat had ik een tijdje niet gewoon. Maar het is echt waar. Ik zit echt in een fase in mijn leven waarop ik eigenlijk echt mijn oude vriendinnen weer gewoon echt waardeer. Maar ik ben gewoon natuurlijk verhuisd van het allemaal naar hier. Dat is bijna 2 uur rijden, dus het contact was gewoon minder. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik zeg maar die vriendschappen waardeer. Omdat ik eigenlijk nog nooit zulke loyale vriendinnen heb gehad. Ja. En daar ben ik gewoon blij mee. En dat waardeer ik gewoon. En op deze leeftijd is het eigenlijk het enige wat je zoekt. Is gewoon loyaliteit. En ja, ik merk gewoon dat ik gewoon echt vooral met oude vriendinnen van vroeger gewoon omga. Ja, mijn vriendinnen gewoon. Maar gewoon vriendinnen waar ik eigenlijk mee ben opgegroeid. Dat ik die heel erg opzoek. En dat ik daar echt gewoon behoefte aan heb. Ik weet niet waarom dat zo is. Maar ja, it's true gewoon. Het is echt waar. Ik ga lekker een nectarine eten. Ja, lekker hè, Dinari. Je mag het niet. Oh god, na de nieuwe aflevering komt dit erop. En dat is dus de 90 Day Fiancé cast die zelf de aflevering bekijkt en commentaar geeft. Dit is echt mijn favoriet. Best night ever. Guys, aflevering is afgelopen. Ik heb mijn vitamintjes geslikt en ik ga nu lekker naar bed. Nessim komt ze ook thuis. Hij is even naar een comedy show gegaan met zijn vriend. En dan lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei!